Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerblaza.nl. We zien op de satellietfoto opklaringen, maar ook wat witte wolken plukken. Dat zijn nog buien die over het land trekken en een enkele keer kan daar zelfs nog onweer bij zitten. Tussendoor schijnt al van tijd tot tijd de zon. In de loop van de dag gaan de buien vanuit het westen uit steeds meer afnemen en wordt het uiteindelijk overal tamelijk zonnig weer. Het wordt ongeveer 13 tot 15, plaatselijk 16 graden. Verder waait er is nog een stevige westelijke wind, aan de westkust krachtig, kracht 6, maar die wordt in de loop van de dag steeds minder en uiteindelijk matig in de avond, kracht 4. Verder blijft het dan wisselend bewolkt en is het droog bij een graad of 12. Dan morgen zondag begint de dag eerst tamelijk zonnig en droog en de temperatuur loopt dan vrij vlot op naar 18 tot 21 graden, maar in de loop van de dag gaat vanuit het westen de bewolking weer toenemen en later volgt er ook weer regen. De wind trekt dan ook aan uit het zuidwesten en wordt aan zee weer krachtig, kracht 6. Maandag, dinsdag en woensdag is het koel en wisselvallig lente weer. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 15. Verder is er tamelijk veel bewolking, soms ook wel wat zon, en eigenlijk elke dag vallen er wel wat buien. Vooral op dinsdag kan het ook nog weer stevig waaien. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.